Dit wordt echt een nachtmerrie. Waterflessen! Hey, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ja, dat schiet de hele tijd in de lach. Echt al 30 keer op de hele tijd met dat stukje. Maar ik doe het ook niet expres. Nou, we zijn gewoon heel blij. Samen, gezellig. In ieder geval, dit is het eerste moment dat we elkaar weer zien na de vakantie. Dus we zijn nog een beetje overexcited. Maar dat komt wel goed. Een beetje chaotisch, maar het komt goed. We gaan wel iets superleuks doen. Ja, we gaan onze dag vandaag op alfabetische volgorde doen. Ja, en ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat... eraan toe gaat met ons. We beginnen dus bij de A en we gaan gewoon kijken wat er in ons opkomt, wat we gaan doen. We kunnen kiezen uit Apen, Albert Heijn, appel. Nou, we hebben al heel veel ideeën, merk ik. Echt artis. We zagen het al een paar keer voorbij komen en het leek ons echt super leuk. Dus vandaar dachten wij, we gaan het ook een keer uitproberen. Dus we gaan het zien. Wat natuurlijk heel belangrijk is, kennen we het alfabet wel uit ons hoofd? Oké. Okay. X, Y, Z doen. Oh ja, dat is nog. Oh, komt dat erachter? Ja, dat doe ik altijd als kanker niet. X, Y, Z doen ook nog. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nou, heb je nog wat geleerd in vakantie? Oké. En heb je nu al zin in deze video? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan gaan we beginnen met de A. Oké, dus in de vlogcamera zoals jullie zien. En we moeten dus beginnen met de A, want dat is de eerste letter van het alfabet. Dus ja, daar moeten we even wat op gaan verzinnen. Dus we gaan naar Amerika. Ja, dat vind ik een iets minder goed idee. Ja, het is wel een leuk idee, maar ik denk niet dat het kan, aangezien we morgen naar school moeten. Artis. Albert Heijn. Hey! Ja. Dat is Artis is te ver weg. Artis is heel ver weg. Hey, oké, we gaan naar Albert Heijn. Ik hoop wel echt dat ze dan iets verder gaan kopen. Met de B dan moeten we iets kopen, maar dan gaan we wel even kijken wat. Ben & Jerry! We gaan naar de Albert Heijn en we gaan kijken wat ze daar hebben met de B. En Gina gilt net al Ben & Jerry. Ja, ik kwam opeens om op. Ik was echt van, oh nee, Ben & Jerry! Ben & Jerry! Banaan! Nee! Bellen! Ze keek ook echt op. Mag ik alleen boodschappen doen? Met een B. B, ja. Dus wat gaan we kopen? Willen we iets zoets, iets... Ja, we kunnen ook meer dingen kopen. Oh, ja, gewoon B. Gewoon B, jongens. De B. Nee, dat vond ik lekker. Van bloemkool, vond ik niet. Nee? Oké. Okay. Ik zie echt niks. Brownie! Brownie Oreo koekje. Choco, maar het heet Choco Brownie. Ja, vind ik jammer. Ben & Jerry. Ja, dat kan wel, hè. Kom, we gaan er een koppen. Brownie. Kan ik beetje up? Ja, die. Die van Oreo. Oeh. Dus we hebben Ben & Jerry. Met een B. Biggetjes. Nou, jongens. Buggles. Buggles. Oh, we komen goed op gang. Urban Bos is zo lekker. Hashtag no sponsor. We betalen. Oké, nu dus nadenken over de C. Niet citroen. Citroenveld, nee. Cactus. Cactus kopen. Dat kan nog wel. Zullen we dat doen? Aanbellen. We gaan op pad. Dan moet iets met de C doen. Alleen we dachten, ja, een cactus kopen. Dus ook weer zo ver weg moeten we naar de bloemenmarkt. Alle winkels zijn nu een beetje dicht, want het is natuurlijk zondag. Dus we gaan een chai latte halen met een C. Bij de Starbucks. En we gaan weer naar onze vertrouwde Leidsestraat. Chaotische dag. Hey. Wat een makkelijk idee. Chaos. Creëren. Creatief. Ineens kom ik op allemaal C. Nou ja, dan! We gaan richting Centraal Station. Oh. De deuren gaan dicht. Wij gaan zo vervelend worden. Zo irritant. We zijn hier in Leidstraat bij de Starbucks en we gaan een chai laten halen met een C. Yay! Ja, dat is eerst waren we gewoon, oh, cappuccino. Oh ja, maar dat is een heel vies. Toen was Gina chai latte. Het kwam opeens op. Soms komt het echt opeens hier op, denk ja, ik. Wow, dat is echt een heel goed idee. Van Bianca. Churros! Oh, nu gaat het echt helemaal fout in. Churros is ook met een C. Ook lekker. Als je erop gaat letten, kom je zoveel tegen. Maar we gaan voor chai, dat is chai, beter dan zonder. Ja. Cookies en cream cake. Oh, cheesecake. Cinnamon. Cheesecakes. En een cinnamon swirl. En een croissant. Het stint steeds meer echt wat je denkt, oh my god, hoe kunnen we hier op komen? Ja. Maar we gaan wel. Ah, daar ben ik. Yay, ik ben er. Die finale komt eraan.
binnen. Drinken. Ik was dus in Miami, New York, zoals jullie al weten. En ja, daar is. LA. LA. En dan naar allemaal plekken. Pennsylvania. Ja, dat is allemaal niet goed. Ja, ik ook niet. Veel. Arizona, Utah, bla bla bla. Maar het was wel leuk. Ja. Erg leuk. En volgens mij gaan we samen met Coachella. We hebben het nu een beeld afgesproken. Ook al met Romy en Robin hebben we het afgesproken op de vlog volgens mij. Ja, en we hebben het al een keer eerder gezegd in de vlog. Ja, maar nu even echt serieus. Oké, we hebben de M. We hebben de F. Maar het is geen E. Yay! Woe! Nou, de tram moet even voorbij. Want daar is de E toch nog steeds. Hey, dat is nog mee. Ja. Oké. Okay. Maar gaan we dan even met de F komen? Ja, laten we dat doen. Dus we gaan naar de Ethos met een E. Dus het E is geslaagd. Alleen Ethos. Iets met een F kopen in de Ethos. Dus ze hebben de E en de F gecombineerd. Want de winkel is Ethos. En we gaan iets kopen met een F. Maar ik heb geen idee wat. Fixing spray. Woe. Oké, ik wil wel een blauw. Die vind ik mooi. Ik ben wel goed. Oeh, wat mooi. Hydrating Ethos Fixing Spray. Ik weet eigenlijk niet wat de functie ervan is, maar... Ik ook niet. Nu is ook foundation, dat was ik helemaal niet toe gekomen. We zijn dus buiten en we hebben dus de Fixing Spray. En dit is dus als je make-up mooi blijft. Ja, daar zijn we achter gekomen. Dus als je make-up op hebt sprayen daarop en dan blijft het langer en beter zitten. Nou, dan weten we dat ook weer. En we gaan nu dus iets op de G doen. Gina. Maar wat? De G is best wel moeilijk. Ik heb geen idee wat we ermee kunnen doen. Geen idee. Geen idee, maar dat is ook iets wat je doet. Giechelen. Nee, oh ja, giechelen. Oké, we gaan niet giechelen. Gaan we giechelen? Ja. Giechelen. Oeh, G, dan, check. Oeh, giechelen. Sorry. Oké, G, nee, dat was een grapje. In deze winkel heb ik toch een hele muur met girls, girls, girls. Ik heb een masterplan. Nou, we gaan dus een girly foto maken bij girls, 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 nail ding. Dubbel G dus eigenlijk, met Gina. Yay! Voor girly spul. 3-dubbel G. Echt heel leuk. Die. Gina bij de girls, girls, girls. Oké, dit was het G. We hebben allemaal leuke foto's gemaakt. Ze zijn echt leuk. Veel meer, maar ze zijn echt heel leuk geworden. Dus ze hebben ook weer een leuke foto om te plaatsen. Very happy, reunited girls foto. Ja. Oké, A, B, C, D, E, F, G, H. Het is de Hik. En daarnet... Hagelbed. Even nadenken. Wat kan je? Daar zit de schoenenwinkel. Hakken. Hakken. Hakken lopen. Oké, ja, we gaan ze waarschijnlijk niet kopen. Want... Oh, dit is een hele dure winkel. Oké. Okay. Ik zie al genoeg hakken. Oh, die groene. Oeh. Hoe vet deze hakken zijn van Balenciaga. Allemaal craft erop. Echt heel vet. Maar ze hebben ook nog deze. Dat is ook een hak. Kijk, hier ook hakken. Wow, zullen we dit doen? Dit ziet er samen wel heel extreem uit. Ik heb het eigenlijk al heel snel gevonden. En dit is 38 en Jan heeft het gepost. 36. Dat is allemaal zo met een... Meant to be. Oké, okay, maar moeten we ook de tweede hebben. We hebben onze hakken aan. Het is echt een hele dure winkel. En iedereen kijkt ons aan. En ik heb zo'n dun hakje. Dat is zo lastig om te lopen. Maar ze zijn wel echt heel vet. Kan best goed hoor. Ja? Nu ga je zien dat ik door mijn enkel ga. Dan landen we in het ziekenhuis. Zet bij het einde van de video. Nee, kan het wel. Nou, best wel goed nog, hè? Ja, die. Vind ze best wel leuk. Oké, dit was dus de H van pakken. En ik vond het echt heel leuk. Alleen deed wel echt heel veel pijn aan mijn voeten. Ooit kunnen we erop lopen, maar nu nog even niet. Nee, helemaal akkoord. Ja. Oké, wat komt er nou de H? De I. De I. Ice cream. Ik wist ook, toch ook een ijsje. Instagram! Oh, ja. Instagram story. Ja, maken. Instagram story. Zullen we dat doen? Dat is best wel snel bedacht. Met de gracht. Eigenlijk wel een goed idee dat we even een Instagram story gaan maken. Dus heb jij je til? Ja, ik heb hem wel. Zo ben ik erin. 3, 2, 1. Even kijken of deze leuk is. Vind ik ook leuk. Ja, die vind ik ook wel leuk. Dit wordt hem dan. Dit wordt hem. Nieuwe video soon. En dan met zo'n vlam. Oké, dit was dus de I van Instagram story. En dan hebben we de J. Ja, de knuffelen. Hey. Yeah. Oh, ja, nee, grapje. Joh. Dit is hem. Okay. Cent. Yay. Yeah. Nou, ik vind het wel een superleuke video. Alleen deze is echt lastig. Ja, die wel gemist. Want we hebben elkaar twee keer gezien. Niet gezien. Dat was heel jammer. Met een J.
Joepie. Maar, oké, wij weten het even niet. Zet het zeker in de reacties, dus we gaan even rondlopen. En we zien jullie als we wat gevonden hebben. K. En je kan dus een cadeautje met K en met een C. Dus we gaan een cadeautje kopen in een souvenirwinkel voor Luca en Nolan. Maar ik vind het heel mooi. Ja, iets dom. Maar ik ben nog nooit in een souvenirwinkel geweest in eigen stad. Oh, ik wel. Ik weet dat Luca wel altijd heel erg van souvenirs houdt, van plekken waar we naartoe gaan. Dus we gaan in Amsterdam, uit, maar we gaan iets doms kopen. Het is de winkel. Perfect. We hebben dus een rondje gelopen en er zijn nog iets tops uitgekomen. Heel leuk. Net Gucci shirt uit Amsterdam rond. Voor Nelda, dat zou ze 100% leuk vinden. En voor Luca een keg rond Amsterdam rond. Ja, keg Amsterdam. Keg. En ik denk dat ze zo blij hiermee zijn. En dat ze gewoon gaan springen. Het is lekker gek. Part of the challenge. Iets met de L. We hebben even nagedacht, want het regende keihard. Super irritant. Leesje! We gaan eens bij Wiggles en Wiens. Hebben we ook al een keer gelust met een andere video. Ja, inderdaad. Wat was het ook weer? We hadden eigenlijk naar stal gaan, maar daar kan je niet zitten. En we wilden echt even zitten. Dus dat gaan we nu doen. En in Amerika elke ochtend een bagel gegeten. Jij houdt ik alleen van dat ontbijt. Ja. Dat is het enige wat je kan eten. Ja, ik kan ook wel pannenkoek eten en zo. Maar het is allemaal zo zoet. Snel op rennen. Oh, nee. Oh, en het terrasje is nu helemaal leeg. En in de zomer moesten we echt vechten voor een plekje buiten. Ik heb hier een lekkere bagel en Jade een zomersalade. En het ziet er super lekker uit. Dus gaan eten. Lekker. Oké, we kwamen er niet uit met die M. We hebben echt een uur over nagedacht tijdens het lunch. Lunch is lekker. Ja, maar we hebben er het gevonden. Namelijk een mobiele telefoon, accessoire, kopen. Ja, en we gaan die weer beter verkopen. Kunnen we het niet verzinnen met de M. We gaan even niks anders verzinnen. Oh, zijn mama Adidas hoesjes. Kijk, leuk. Neon hoesje. En best wel leuk. Ja, ik had er een... Oh, daaronder is ook veel roze. Die had ik nog niet gezien. Oeh, echt leuk. Best wel leuk. Ja. Wat zou jij willen? Weet ik niet. Welke wil jij liever? Ik weet het ook. Ik kan echt niet kiezen. Ja. Neon is dus helemaal hip op het moment. En we kunnen jullie verklappen. Echt een sneak preview. Nou, we gaan niks laten zien waar we wat vertellen. In onze nieuwe collectie komt ook iets met Neon. Yay. Yeah. Woehoe. Zijn we eigenlijk precies. Precies dezelfde kleuren. Ja. Dat is ook weer de hik, wat ik echt heel fijn vind. Dit was het de M en we hebben nu alle twee een super lekker hoesje. We hebben er trouwens in die tas gewoon bij gedaan. Goed dat! Het ziet er heel lekker uit. Ik met de M. Nou nee, gaan we weer. Waarom zijn we hier zo slecht in inderdaad? Oké, we staan hier al 5 minuten en we hebben iets gevonden. Namelijk de Easy Paris, waar we al de hele tijd staan. Nagellakken. Ja, de nagellakken, want ik heb net nagels en dan kan het niet. Saint-Laurent. We hebben dus een kleurtje uitgezocht met een roos. Nou ja, fantastisch. En ik kan echt niet nagellakken, dus ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Oké, jij heeft ook weer een lelijkste nagel uitgekozen. Yo, kijk deze nagel. Nou. Maar hij dekt ook helemaal niet. Nou ja, top. Jawel, heel mooi. Oh, wauw. Gina, dankjewel. Je hebt wel een goede lichte kleur uitgekozen. Dat is niet zo zeker. Oké. Maar we gaan nu verder. K, L, M, N, O. Naar mijn opa. Ja, daar zat ik dus ook aan te denken. Ik weet dat die thuis zijn, hoor. Ik ga nu oversteken. Oh, kijk uit. Oversteken. Ah, dat drempelt. Hey, rustig oversteken. We zijn overgestoken over de Leidse straat. We keken goed links en rechts. Heel goed. En we gaan nu door naar de P. En de P. Is erg leuk. Zijn wij de Prinsengracht. En zoals best wel veel van jullie weten, denk ik, is daar binnenkort onze pop-up store. Om de hoek bij de Leidsestraat. En we zijn nu dus eigenlijk ook op de hoek van de pop-up store. Ja, echt op de hoek. Echt super dichtbij. Dus gaan jullie gewoon even meenemen. Come with me. I'm coming with you. Pamperen. Lopend. Nummer dicht. 715. Oh, hij is ook echt mooi. Een mooi goud nummer. Oh, en groene deuren. En zaterdag kunnen jullie allemaal lekker langskomen. Want dan hebben we de meet and greet. En dan worden de kleren verkocht en zo. Ja, dus als je geen meet and greet hebt, kom gewoon gezellig langs. Want dan kan je ook gewoon leuk langskomen. Ja, en zondag, het is een hele leuke winkel. Dus we verkopen dan onze nieuwe girly collectie. Die dus ook dan gelanceerd wordt. Ja, nog nooit iemand heeft hem eerder gezien. Dus, En zo leuk. En er zijn nog allemaal andere leuke dingetjes. Er zijn nog allemaal leuke dingen in de pop-up store. Dat je kan doen. En leuke goodiebags komen, dus wees erbij. Ja, oké. Okay. Dus nu door met de alphabet challenge en dit wordt echt een nachtmerrie. De Q. Q. Ik kan geen zo'n woord verzinnen. Dit is met de Q. Ik moet zo nodig plassen alleen. Misschien iets in het Latijn, Jara? Weet je dat, toevallig? Quarter pounder. Oh,
We gaan dus naar de Mac een quarter pounder halen. Dat nemen we wel voor Luca mee, want die houdt ervan. We zijn nog nooit zo snel op een idee gekomen. Ja, dat was nog eens de lastigste. We zijn nu aangekomen bij de Mac. Hij is hier. Dit weer. En dan gaan ze hier een quarter pounder halen. Ja. Yeah. Maar we gaan nog niet opeten hoor. We gaan nog even zin. Ja, en ik kan pies. Ja, ze heeft hem hoor. Daar komt ze. Kijk, hij zit erin. En nu is het tijd voor de air. Deze is voor Luke. Deze is voor Luca. Dus ik ga maar in de tas stoppen, want dat voelt echt zo'n... Vind ik niet fijn. Oké, okay, tijd voor de air. En wat dacht je van... Oh nee, daar heb ik echt geen zin in. Oké, okay, dus ik ga nu rennen tot de tramhalte. Oh, dat is echt ver. Dat is echt 300 meter. Oh, het is wel ver, ja. Oké, okay, ik ga het gewoon doen. Ja. 3, 2, 1... Ja. Ik heb ook het gevoel dat ik ga vallen. Ik voel me echt. Iedereen kijkt, dan zijn die aan het rennen. Ja, gestopt. Ja, kapot. Rosa. S check ook. Stoppen. Check. En dan nu de tram. Bijna check. T. Tram. Hij is er over. 3 minuten. Het is een hele drukke tram. We staan dus in de T van tram. Dus dat hebben we ook al gedaan. Ja. Uitstappen. Wauw, dit waren echt hele andere. Ja, vooral van het rennen hoor. We zijn nog een beetje vooruit aan het denken. Ja, want de eerste is wel echt lastig. We zijn niet goed hebben nadenken. We zijn er dus en we gaan dus nu naar de U. Uitstappen. De U van uitstappen. Dag tram. Dag. Nou, dat was dus de tram. We zijn dus uitgestapt. En nu nog de... V. Dat is al de hele dag, check. Ja, nou, maar wel lekker snel. We zijn hier aan het vloggen, de bedoeling met een V. En wat zien jullie trouwens van deze overbed challenge? Ik vind het best wel leuk. En volgens mij gaat het wel goed. Alleen ik vind het wel soms al bij sommige letters denk ik echt, oh my god, dat is heel lastig. En we zijn heel goed aan het nadenken over de W. En we weten het weer niet. Altijd als we het over die letter hebben, dan gaan we daar opeens woorden mee zeggen. Maar dat doe ik dan niet expres. Nee, dat is heel grappig. Het lijkt, nee, maar het is gewoon toeval. Oké, okay, Joep. Luca! Luca! We hebben een verrassing voor je. Twee. Oké, ik heb wel voor je koptelefoon. Oh, kom je hoor, de time out. Luca is aan het... En nu 30 seconden. Luca is aan het gamen. Ah, kap, schiet tegen. Ja! Ja, ben je dit verpauze? We hebben iets, een grapje voor je gekocht. Een heel mooi shirt voor jou. Wat vind je ervan? Het zijn wel leuke kleuren. Wat vind je ervan, Luca? Het zijn wel leuke kleuren. Amsterdam. Nou, echt een toeristische. Nu ben je een echte Amsterdammer. Met een 14. Leuke. Ja. Oh. Zeg je dan? Dankjewel. Alsjeblieft. En dan nu een leuke cadeau. Ik denk dat je daar iets blijer mee bent. We moesten iets met de Q kopen. En we konden maar iets verdenken. Maar we hadden al geluncht. Ja. Raad maar wat het is. Het is een kokosnoot. Q, hè? Oh, in de AW. Het is eten. Even wil? Weet ik veel? Ik weet het echt niet. Ja, lekker. Maar wat is het? Het is een... Nee, het is sowieso... Het is een... quarter pounder. Bij mij! Woe! Ja! Alsjeblieft! Ja, dankjewel. En dat is ook van mij. Nee, dat is van mij. Oké, okay, we zijn bij de W. En ik weet het. Want we waren daar net weten. Ik weet het. Want toen kwamen we binnen en toen waren we daar denken, wat moeten we bij de W? Wat? Toen zagen we... waterflessen! Hey! Ja, dat is natuurlijk met de W. Dus en deze zijn wel ja, dit zijn heel leuk. Hele leuke waterflessen. Exclusief verkrijgbaar in de pop-up store, dus kom zeker. Ja, en deze is met fel geel en het is een nieuwe logo en allemaal verschillende kleuren. Ja. Dus het is echt zo leuk en ik vind het echt heel vet. Ja. Stay hydrated. Oh my gosh. Dus dit is de W van het alfabet en ik moet even de camera raden, want hij is bijna leeg. Echt over één. Maar ja, we moeten ook nadenken over de X, dus we hebben wel even En de I en de Z. Oh ja, oké. Okay, nou, opladen dus. We hebben de camera dus opgeladen en we hebben echt zo lang nagedacht over de X. Want het was zo moeilijk, want ik weet echt geen woord met de X gewoon. Maar we zijn ook echt, als je het opzoekt, je komt op niks. Nee, alleen maar op hele rare, lange, lastige woorden. Het was bij de W. Luca, die is aan het gamen. En toen kwamen we dus op namen, want we gingen namen opzoeken. En toen kwamen we dus uit bij...
Xander de Buissonnier. Ah, ik had een aanleiding over de ei. Ja. Oké, maar we mogen hem niet langer hebben voor de video. Maar echt heel leuk. Xander moet ook nog even zinnen, want anders hebben we nog steeds niet soort van de ik. Ik sta alleen in de S. Kom maar, Xander. Kom. Ja, maar weg. Nee, niet ga maar weg. Grapje. Ja. Oeh. Ja, daar is hij. Daar is hij. Daar is onze X. Daar is onze X. Nou. Onze X. Onze X. We hebben echt een heel leuk liedje samen van Xander en Sam. Ja, echt leuk. Heel leuk. Oké, op naar de ei. Nou, eens over Sam en dan heel Space eigenlijk. Als jullie het leuk vinden als we daar een keer mee filmen, laat dat dan weten in de reacties. En dan, wat moeten we dan met hem filmen? Ja, laat even weten. We willen graag, als we zouden filmen, inderdaad misschien iets niet op die bank of zo. Ja, actief. Iets geks gewoon, dat vinden we leuk. Ja, dus laat maar weten hieronder, want wie weet hebben jullie wel weer leuke dingetjes. Ja. En bij de ei. Van ijs. De Pien zegt bedacht, dus gaat eten. Is het ijs dat we hebben gekocht bij de B? Wow, de tweede letter met z'n in de laatste letter. Oké, okay, maar even belletje als jullie dat zien. Mail ons, want ja, dat vinden we fijn. Oh. Ik wil cookie dough. Tijd voor het afsluiten. Afsluiten. Dus ga nu naar de chat en ik zie jullie zo. En dit wordt echt heel grappig. Dat is het einde van de video. Doei, tot zo. Oh my bij de chat. Oh my god. Bam. Tijd voor de chat. Einde van de video. Nee, het is helemaal niet zo grappig, kinder. Focus. Richt je op een punt. Dit was onze video. We vonden het heel erg leuk. Maar het is heel moeilijk. We lagen in het leuk. Haha.